Jan, ik hoorde van Koen Verweij, je concurrent dadelijk bij de WK Allround, dat hij als hij 's ochtends wakker wordt, althans als de wekker gaat, dat hij het liefst het raam uitgooit. Hoe heb jij het 's ochtends als de wekker gaat? Ik ben op zich een ochtendmens, mits ik een goede nacht gedraaid heb. Ik kan niet zo goed tegen als ik te weinig slaap. Dus ik heb vaak wel 19 uur nodig. Maar als ik dat geslapen heb, dan kan ik zo meteen uitspringen. Maar word je voor de wekker wakker of word je door de wekker wakker? Ja, hangt er vanaf. Als ik minder dan 8 uur geslapen heb, dan word ik zeker van de wekker wakker. Maar als ik een uurtje of 10 geslapen heb, dan word ik altijd voor de wekker wakker. Hoe ziet jouw programma er, als je dat een beetje kan omschrijven in details, voor dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, de dagen voorafgaand aan het WK uit? Wat doe je op die dagen, nadat die wekker gegaan is? Nou, je zorgt gewoon dat je op tijd op de baan bent en een goede warm-up eruit, je scherp op de ijs staat. Dat is 's ochtends? Wat zei je? Dat is 's ochtends meestal? Dat is 's ochtends inderdaad, ja. Je zorgt dat je materiaal goed voor elkaar hebt. Dan 's middags vaak een fietstraining, nog wat wedstrijdimitatie, zeg maar, wat intervallen. Op het ijs ook? Op het ijs ook, ja. Vaak wat setups, een beetje 5 km snelheid en een stadje, 500 meter, tempootje. Ja, je neemt wat gas terug, zeg maar. Hoewel ik dat de laatste weken ook al gedaan heb, dus misschien dat ik de komende dagen wel nog een klein beetje ga trainen gewoon. En gewoon zoveel mogelijk op je bed liggen, been omhoog en alleen maar met schaatsen bezig zijn eigenlijk. Ja. Okay, op bed liggen, been omhoog, maar komt er dan een filmpje langs, ga je spelletje doen, ga je gamen? Ja, het verschilt er erg. Ik denk zeker die komende dagen dat je echt gewoon doet waar je zin in hebt. En niks moet, alles mag eigenlijk. Ja, en dat is wel relaxed, weet je. Je hebt alle tijd voor jezelf eigenlijk. En ik probeer wat een beetje af te sluiten. Het kan met een goede serie zijn of het kan met een goed boek zijn. Of wat ik ook wel eens doe is met de hond van de buur even lekker lopen. Oh ja, dat is lekker. Dat is echt leuk. Het is een ridgeback, dus die heeft mega veel energie. Dus dat is vaak niet heel ontspannen, maar ik vind het wel kicken. Je mag best een beetje traantjes hebben, maar waarom heb je nou traantjes? Nou, gisteren heb ik ook meegedaan als bloemenmeisje. En toen heb ik zijn medaille gekregen die heeft gewonnen. Oh, dat vond je zo mooi dat je er eigenlijk helemaal emotioneel van bent. Ja. Oh, wat leuk. En dat wilde je hem nog even zeggen. Ja. Ja, hartstikke mooi. Dat is een reden voor. Ze doet aan kunstschaatsen en aan shorttrack. En als motivatie, omdat hij dat heel mooi vond, heeft hij haar zijn medaille gegeven. Dan ga je altijd aan hem denken. Ja. Ja, hartstikke leuk. Leuke jongen, hè? Ja. Hoop je dat je volgende week wint, komend weekend, bij de WK Allround? Ja. Kom je dan ook kijken? Als het kan. Even naar het toernooi wat er voor de deur staat, het WK Allround. Even heel snel langs de afstanden. Hoeveel ga je verliezen op de 500 meter op Koen? Niet te lang nadenken. Ik gok een paar tienen, maar ik hoop allemaal niks. Ik wil de komende dagen wel gebruiken om nog een stapje te zetten op die 500 meter. 5 kilometer denk ik dat ik de beste papieren heb. Hoeveel ga je winnen? Ik hoop een paar seconden. Dan krijg je de 1500 meter, dan ga je die rijden misschien wel tegen elkaar. Ja, dat is wel echt Koens zijn afstand, dus dan moet ik de schade gewoon beperkt houden. Maar ook daar denk ik dat ik, wil ik gewoon een goede race inzetten en zo min mogelijk verliezen. En hoeveel seconden moet je dan goed maken op de 10? Minder dan een hamer hoop ik en misschien sta ik wel voor. Weet je niet, daar wil ik gewoon lekker gaan racen en dat kan ik goed op die 10 dus.